Deze keer ben ik op Hoogheem en ik ben te gast bij Maarten Menes. Hallo Maarten. Hallo. Leuk dat we er mogen zijn hier. Je bent een echte Bokselnaar en je bent een zoon van Piet Menes. Ben je geboren in Boksel? Ja. Dus je woont echt al heel je leven in Boksel? Heel mijn leven. En ik denk dat ik er ook heel mijn leven blijf wonen. Waarom dan? Mijn ouders zijn geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Ja. Ik ben vaak naar Nieuw-Zeeland geweest. En ik kom op een gegeven moment na een aantal vakanties, ik denk nou 2 vakanties terug, loop ik met Sjan door Boksel met mijn koffers. En hey Maarten, hey Sjan, weet je wel. En toen dacht ik ineens, dit is mijn dorp. Vroeger was het dorp van mijn ouders, waar ik dan ook woonde. Maar die zijn nu al zo lang weg dat je begint het gevoel van, nou dit is mijn thuis. Ja. Ik besefte me ineens, ik ken nu mensen zoals mijn vader en moeder mensen kenden. En wij kennen elkaar en ik doe dingen in Boksel. En het is toch je identiteit, zeg maar. Ja. En dat vind ik wel heel veel waard. Kijk, er zullen allerlei omstandigheden zijn waardoor je misschien een keer zou verhuizen. Maar ik zou niet weten waartoe. Nee, ik denk ook wel dat dit jouw roots, hier liggen de roots. Hè? Dat zie je ook wel dikwijls aan mensen die weggaan, dat ze dan toch weer terugkomen. Ja, dat klopt. Behalve jouw ouders? Behalve mijn ouders, ja. Want hoe lang zijn ze al weg? 31 jaar. Want hoe oud was jij toen ze weggingen? Net 20. Oh, toch? Ja, 19 was ik. Oké. Okay. Dat was wat. Ik kan me nog herinneren dat die gingen. Dat ik bevriend was met jouw zus. Ja, Janine. Ja, en jij bleef achter. Ja. En heel het gezin ging naar Nieuw-Zeeland. Ja. Mooi is dat jij zegt, ik bleef achter. Maar dat is natuurlijk, was niet het geval in die zin. Kijk, je blijft achter als iemand weggaat en je zou mee willen. Het is niet dat ik niet mee wilde, maar ik ben hier gebleven voor Sjan. En het is natuurlijk een knols van een gek verhaal dat je hele gezin gaat en dat je zelf blijft. Maar dat is eigenlijk iets wat zo gewoon ontstaan is. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan er wel iets over vertellen hoe dat ontstaan is, maar we zijn een beetje kwijt wat nou eigenlijk het verhaal was. Want het is al zo lang geleden. In mijn beleving is het zo, ik zat op de MAVO en toen hadden wij een les over planologie, weet ik nog. Aardrijkskunde, dat de bevolkingsgroei zou toenemen, dat er meer huizen gebouwd zou moeten worden en dat er dus minder ruimte zou zijn. En daarna hadden wij het over Canada, immigratieland, veel mensen vroegen Nederlanders naartoe. En jouw oom is er naartoe gegaan, ja, toch? Mijn oom, ja. Toen kwam ik er eigenlijk mee thuis. We hadden thuis eigenlijk wel zo'n gezin waar je, een heel druk gezin, iedereen wilde al van alles zeggen en daar hadden wij eigenlijk, kregen wij de gelegenheid om ons het verhaal te doen. Weet je wel, als een soort vergaderingetje, weet je wel. En toen zei ik, nou, ik denk dat ik wil emigreren. En toen zei mijn ouders, oh ja. En toen werd er verteld dat ze al eigenlijk ooit een plan hebben gehad om te gaan. En dat wisten zij niet. Toen zei mijn vader, die week erop, van, tenminste in mijn beleving, waar zou je dan van vinden? En toen dacht ik, ja, dat weet ik niet. Ik had een zwaar verkering met Jan. Ik denk, nou, helemaal verliefd, ja. Ja, dat weet ik niet, maar lang verhaal kort te maken, 2 jaar later waren ze weg. Ja, want ik weet dan nog dat hij toen is gaan rollen. Ja. Goh. En toen heb ik, dat moet je samen doen, zoiets. En als je dat niet in je hebt. En ik denk dat ik wel weg wilde, maar. Een keuze heb je. Toen ik hier bleef, was ik ook weg in die zin. Je bent dan ook in een nieuwe wereld, omdat je dan anders. Dat gezin niet hebt. Ja. Toen ik ze had weggebracht naar Schiphol, weet ik nog dat ik foto's probeerde te maken toen ze wegvlogen. Zonder op zo'n uitkijk, zeg maar, of hoe het ziet. Ja. Het promenade. En toen deed de camera het niet goed. Dus ik was allemaal bezig met het ding en heb ik helemaal niet gekeken. Ik denk, ja, probeer foto's te maken terwijl ze weg. Ik denk, nou, best goed. En toen heb ik s'avonds lag in bed daar en dat heb ik het heel moeilijk gehad. Ja, kan me schrok me kapot. Ja. Want je bent ook meteen in een vreemd bed, een vreemd gezin natuurlijk. Ja. Maar ik wil het op een of andere manier wel heel graag, want ik wil er zo graag bij Sjan blijven. En nog. Dus dat was even. Maar daarna ging het zo ontzettend goed. Mijn moeder die zei wel eens van het plan was dat ik mijn school af zou maken. Ik zat op de Lucas. En als die af was, dan zou ik dan hoogstwaarschijnlijk wel komen. Maar dat was een beetje vaag nog. Maar Sjan die zei, ik zie het helemaal niet zitten. Ik ben nog niet.
ik heb er helemaal nooit aan gedacht. En ik zie het niet zitten. En ik zei, nou, ik ook niet. Ja, ik ben enorm trots op wat ze gedaan hebben. Want mijn vader en moeder waren 48. Ja. Getede 50. Dat kon, 48 kon eigenlijk, was eigenlijk tot 45. Maar mijn vader die kon zijn zaak goed verkopen. En die kon laten zien dat hij weet van aanpakken. Ja. Veel zaken gehad en altijd goed gedraaid. En ik ben er enorm trots op. En ze hebben daar echt een geweldige bestaan opgebouwd met vrienden en kleinkinderen en noem maar op. Ja. Ja, die komen ook nooit meer terug. Komen nooit meer terug, nee. En jouw broers en zusters ook niet, want die hebben daar natuurlijk ook ter kinderen en alles wonen. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk perfect. Ik zou ook niet degene zijn geweest die ik nou ben als ik dat niet had doorgemaakt. Nee, achteraf kun je dat altijd zeggen natuurlijk. Maar het is wel een feit dat je wordt gevormd door alles wat er gebeurt in je leven. Ja. Ik heb wel eens tegen mij horen zeggen van, ik ben iemand die, denk ik, overkomt als iemand die gelukkig is en zijn plek heeft gevonden. En dat is ook absoluut waar. Als ik dan vertel hoe ik dat doe, dan zeggen mensen wel eens, ja, zo kan ik het ook. Ja, dan moet je dat doen. Hoe doe je het dan? Nou, ik doe het niet, ik ben het. Als je iets doet, dan zeg je, hoe moet ik het ook weer doen? Je moet natuurlijk altijd opletten. Zit je in je hoofd, hè? Dan zit je Hoofd. Maar als je zegt van, ik ben vandaag, net zoals alle momenten in mijn leven, ben ik wie ik ben. En als ik boos word, dan bijvoorbeeld, hè, waar ik niet vaak ben, maar er komt alles wel eens iets voor. Dan kijk ik naar mezelf en denk, kijk nou wat die boos is. Nou moet die even... Ja, en boosheid hoeft niet negatief te zijn. Boosheid kan ook voor jouzelf bewustwording geven van, hier is de grens. Ja. En daarom word ik boos. Ja. Dus dat is ook goed. Precies. Natuurlijk. Je bent altijd bezig met het leven. Ja. Maar je moet niet vergeten dat je gewoon leeft. Ik zeg ook altijd, vrijheid is iets wat je bent. Ja. Ik werk in mijn vrije tijd bijvoorbeeld. Ja. Ik ga niet naar mijn werk of wat dan ook. En als ik iets moet doen waar ik dan misschien niet zo gelukkig van word op dat moment, dan denk ik, ja, ik had ook nee kunnen zeggen. Ja. En dan had ik nee kunnen zeggen, nee, dat kan niet, want anders kan ik mijn huur niet betalen. Nou, waar heb ik dan een godsnaam voor zin om te zeggen, oh, ik moet er naartoe. Er zijn mensen die hebben geen keuzes, soms. Die zijn er ook echt. Maar over het algemeen hebben wij altijd de keuze om dat te doen wat we willen. Ja. Ja, of dat te doen op een ander moment, omdat je op dit moment er even geen zin in hebt. En als je al zo ver bent, dat je daarna kunt luisteren, dan ben je ook al heel ver natuurlijk. Ja, dat is het, ja. Want dan ben je ook goed voor jezelf. Als je ontdekt dat je jezelf bent, dan ben je je bent een beetje de druppel die ontdekt dat hij de oceaan is. Snap je? Ja. Ken je dat voorbeeld? Ja. Je bent wel een druppeltje, maar je bent eigenlijk ook het totaal. Je bent alles. Je bent, ik ben iedereen en ik ben mezelf. Ja, en het klinkt vaak vaag en niet praktisch, maar het is de basis van alles wat je doet. Het ligt er altijd onder. Ja, dus in die zin heb ik nog nooit gewerkt. Als ik plezier heb in mijn werk, heb ik eigenlijk nog nooit gewerkt. Wat doe je dan voor werk? Ik ben eigenlijk van huis uit een illustrator. Ik ben een tekenaar, ik heb heel mijn leven getekend. Ik maak storyboards voor tekenfilms, ik maak ook tekenfilms. Ik ontwerp karakters en ik ben laatst met 3D-films bezig. Ik ben ook echt iemand die theater wil maken. Maar het is allemaal communicatie. Bedrijven vragen aan mij om processen uit te leggen bijvoorbeeld. Of dus bedrijven vragen processen uit te leggen? Nou, het proces van hoe je samenwerkt. In de vorm van een tekening? Of, ja, in de vorm van tekenfilms. Ach, wel leuk. Ja. Het is hoe vergader je met elkaar? Of luisteren we wel echt? Dus het gaat best wel... Ja, er zit een soort psychologie achter een succesvol bedrijf. Ik heb hele leuke klanten die in de loop van de tijd, als je wat ouder wordt, in het begin dan ben je eigenlijk gewoon een broodtekenaar. Dan maak je alles wat ze willen hebben. En nou heb ik veel klanten die zeggen, nou Maarten, dit is waar wij aan het probleem hebben. Ik ben zo benieuwd wat jij daarvan gaat maken. Nou, dat is een geweldige plek. En dat houdt in dat je verstand van moet hebben van wat een mens aan iconen in zijn hoofd heeft. Ja. En dat bedoel ik mee als ik iets moet communiceren wat heel veel mensen moeten snappen, dan is bijvoorbeeld dit vingertje, dit is een icoon voor, let op hè, als je het in een ander land doet, dan zeggen ze, luister, ze willen niet mensen kijken naar boven. Die denken, waar wijs je naar? Nee, maar wij hebben dit bijvoorbeeld. Of, zijn allemaal, dus je moet zorgen dat je heel veel metaforen hebt voor communicatie, waardoor je dat in een bedrijf stopt en dat iedereen in het bedrijf zegt, wij moeten dus op tijd zijn en we moeten praktisch zijn. En, we moeten goed luisteren en dat soort werk, het gaat over mensen. Dan ben je toch ook wel heel goed aan het inleven, je moet echt een heel groot
Dus we hadden het net over communicatie. Van, ook in mijn werk word ik me heel erg bewust van de taal en het beeld. Mm. Maar het is ook belangrijk tegen wie je het zegt. En waarom je het zegt. Mm. En wat je doel is. Hè, want soms dan heb je een zender. Geef eens een voorbeeld. Intonatie is een mooi woord. Dat houdt in hoe je iets zegt. Als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, lekkere koffie. Je hebt koffie gezet. Dan zeg ik, lekkere koffie. Maar als ik zeg, lekkere koffie. Dan denk je, wat is dat met die koffie? Maar dat is één klein verschilletje. Dat is zo belangrijk. En sommige mensen zijn, ik ken mensen zijn, die hebben een cynische toon. En, ik ken toevallig een docent ergens. En die praat altijd zo. Die zegt, ja, dat gaan we doen, ja. Oh, ja. Het altijd, dat weet ik niet. Ja. Daar komt wel goed. Het is altijd een laag, mooi, die emotie vind ik wel mooi, maar hij moet zich heel erg bewust van zijn als hij tegen een student zegt, je hebt een voldoende, ja. Dan denkt hij, ja, ik heb voldoende, maar dat was toch de bedoeling? Ja, ja, ja. Maar als je zegt van, je hebt een voldoende, ja. Het klopt. Ja. Dan geef je... Bats. Ja. Maar je moet tegen sommige studenten, moet jij misschien wel zeggen, je hebt een voldoende, ja. Maar dan weet hij, je hebt het ook maar net gehaald. Hè? Ja. Je hebt ook maar net alles aan gedaan. Maar, ja. Dus het is heel belangrijk dat je weet tegen wie je praat. En, en daarom, een docent moet eigenlijk iemand zijn die theater kan. Ik vind onderwijs zo belangrijk. Wij komen van een methode waar je vanaf het bord leert. Ken je dat? Ja. Dat is eigenlijk, kijk, hier staat het, hier staat de waarheid. Ja. En neem het over. Ja, heb je het opgeschreven? Ja. Ik heb eens een keer in de klas, het was leuk, dat ging nog over management. Toen zei ik, u moet een factuur schrijven, een offerte, er moet een handtekening onder, allemaal belangrijke dingen. Schrijf het allemaal op, ja, en ik schreef het op bord. En ik zei, je moet niet vergeten, het is enorm belangrijk, dat je de trepul niet vergeet eronder te zetten. Trepul schreef ik op. Heb je het opgeschreven? Ja, opgeschreven, oké. Iemand nog vragen? Nee? Ik zei, wat is trepul? Ja, dat weet ik niet. Zeg, dat bestaat ook helemaal niet. Dat heb ik zomaar verzonnen. En jullie schrijven alles over. Je bent toch niet achterlijk? Weet je wel? Ja. Het is zo leuk om dan om hun te vangen, te strikken in... Je moet niet zomaar alles geloven. Nee. En ik wil gewoon... management is eigenlijk... To manage is iets aankunnen. Dus je moet eerst weten wie je bent. Nou ja, ik wil proberen zoveel mogelijk mens te zijn. En te erkennen dat iedereen een mens is. Alleen, we hebben allemaal een rol. En als je dat erkent, dan kunnen we heel goed samenwerken. Maar, er zijn ook rollen die ik niet accepteer. Zoals? Ik sta bij een stoplicht op rood. Er is verder nergens helemaal geen verkeer. Er is niemand. Dan steek ik over. En dan hoop ik wel eens dat er een politieagent komt die zegt, kom eens even hier meneer. U loopt door het rood. Dan zeg ik, ja dat klopt. Maar waarom zou ik wachten als er niks is? Ja, maar zo werkt het niet, meneer. Dan zeg je, nou... En dan krijg je... Dat vind ik een leuke discussie, dan zou je kunnen zeggen van... waarom zijn er sommige dingen verzonnen in de wereld... die eigenlijk meer te maken hebben met een systeem als met logica? Ja. Ik geloof heel erg, er zijn twee dingen, factoren in het leven. En dat is liefde en angst. En dus liefde is wat wij zijn... Daar ben ik absoluut achter. En angst is gewoon dat je vergeet dat je liefde bent. Dus dan ga je zeggen, ja, ik weet niet, ik vertrouw die man niet. Die familie heb ik ooit van gehoord, dat klopt niet. Of die man, dat is een beetje donker. Ja, ik heb ooit gezien een donkere man, ooit eens iets heeft gedaan. Maar de mensen die iets doen wat in ons ogen niet klopt, komt ook weer voort uit angst. Ja. Dat je angst denkt, ja, ik krijg niks. Angst maakt wie je bent. Ja. Terwijl je het eigenlijk niet bent. Terwijl je iets... denkt dat je het bent, hè? Ja. Ja, want ik denk, weet zeker, als je iedereen zou kunnen strippen van al hun rollen en al hun cultuur en conditionering, dan wordt het een groot saaie bedoeling natuurlijk, want dan is iedereen gewoon precies hetzelfde. Ja, we zijn wel heel abstract en ook wel een beetje vaag bezig. Ik hoop dat de mensen het allemaal wel begrijpen, want... Ik denk niks met intelligentie te maken of weten. Nee, het is een kijk op de wereld. Het is jouw kijk op de wereld. Ja, maar je hebt wel gelijk. Nee. Het is... Het is wel leuk, want dit is weer een ander gesprek. Ik heb al verschillende keukentafels gehad. Ja. Ik kom uit een gezin waar wordt gezegd, doe maar gewoon. Weet je wel? Dat is wel gek genoeg, ja. Ja. Maar ik ben niet zo gewoon. Maar dat wil niet zeggen dat ik beter ben dan een ander. Nee.
ik ben me heel erg bewust van dat taal alles is. Ik snap jou wel. Ja. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat jij dat zo kunt verwoorden. Ja. Want jij doet ook toneelstuk schrijven. Ja. Nou, dat stuk schrijven, daar ben ik eigenlijk pas mee begonnen. Oké. Okay. Want ik doe wel stukken regisseren. Ja, dat heb je ook gedaan. Gespeeld heb ik ook een tijd. Voor de Oomland ben ik gaan regisseren. Ja. En spelen was een geweldige tijd. Want wat is er toch leuk aan iets zijn wat je eigenlijk niet bent. Ja. En dat heeft te maken met waar we het over hebben. Die rollen die wij spelen. Ja. Ja, dat moeten we eigenlijk koesteren. Mijn vader en moeder die zongen vroeger operettes. En ik kan me nog herinneren dat ik was een heel klein manneke. Dat ik in de Ark stond in de coulissen. En mijn moeder had gezegd, jij geeft bloemen aan papa. En dan loop je op en zo. Nou, ik stond er echt zo. Tenminste, daar denk ik heel erg bewust van. Wat is dit toch apart? Ik stap dadelijk in het voetlicht. Ja. En dan ben ik op toneel. Op toneel, ja. Dus, en mijn moeder zei, die kan ik me herinneren, dat ze volgens mij zei van, moet je papa geen kusje geven, want dat is niet, je bent een man, hè? Je bent een mannetje, en dan moet je, en mijn papa als vader, die viet mij op en die gaf mij een kus, en ik dacht, helemaal fout, hè. Dus ik was heel erg bewust van, een beetje regie, zo van, dat klopt niet, en ik heb eigenlijk altijd al heel erg, ik heb ooit gedroomd echt van de Stratenmaker op Zeeshow, dat is een hele verre herinnering van, dat ik een droom had dat ik die Aart Staartje en die Erik Engert en weet je die mensen allemaal, Wietke van Dort zat er volgens mij ook in, die was ik aan het regisseren. Was ik enorm jong, heel erg jong nog, weet ik. Er was een droom en er was een kasteel van zand en daar was ik hun van alles aan het uitleggen. Dus het heeft er altijd in gezeten. Ja. Maar vooral ook het idee dat je iets speelt en dat het publiek denkt, oh, is net echt. Ja. Is toch ongelooflijk raar? Ja. Dat is een fenomeen, hoor. Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Dus als je daar bewust van bent als publiek, kun je eigenlijk niet kijken. Als jij een film kijkt... Maar dan ben je er meteen even uit. Ooit ben je er ook uit, hè? Ja. Ooit doe ik het ook bewust. Als het een heel spannend film is, dan denk ik, wow. Ja. En dan denk je, het is mijn film. Maar je kijkt hè? Ja, altijd zo. Ja. Het is mijn film. Ja. Nou ja, en zo kijk ik ook wel eens naar het leven. Niet dat het leven niet echt is, maar soms is het ook net film. Als je kijkt naar de aarde, dat is één bol. En daar hebben we allemaal lijntjes op getrokken, maar die zijn helemaal niet echt. Nee. Maar ik moet van de ene lijn naar de andere moet ik me identificeren. En moet ik zeggen, ik ben een Nederlander. Wat kom je hier doen? Ja. Ja, ik bedoel, als er ooit aliens op aarde landen en wij moeten er uitleggen, dan zeggen ze, wat zijn jullie aan het doen? Ja. Het is allemaal één bol. Zou het komen door het geloof? Nee, het komt door de angst. Ik geloof dat angst... Het geloof is... Het algemene geloof is wat speelt. Met alle respect, katholiek geloof heeft en iedereen gebruikt angst om geloof overeind te houden. Het instituut kerk zou niet hebben bestaan als angst niet was gebruikt om ons daar te brengen. Te doen geloven. Ja, in de hel of in de hemel of in fouten, in oordelen. Dat soort dingen. Nou, maar dat hoort er wel allemaal bij. Het is allemaal een stuk van het toneelstuk. Maar je moet niet vergeten om dat te blijven zien. Ja. Dat het een toneelstuk is. Als je elke keer een stapje terug doet en kijkt naar het toneelstuk, om die metafoor te blijven gebruiken, dan ben je bewust. Dat is het woord. Dus als jij naar een film kijkt en je bent bang, en dan zeg ik, Josephine is maar film, en dan zeg je, dat vind ik nou jammer, ik zat er net helemaal in. Ja. Maar dat je er wel bewust van bent. Ja. Hè? Kijk maar even door. Ja. En dan kijk je opnieuw en dan kijk je echt naar die film. Ja. En, daarom ben ik gelukkig, denk ik. Omdat ik kan blijven kijken. Maar soms ben ik ook ongelukkig, maar dan ben ik me er bewust van. En dat is heel anders. Ben je altijd wel bewust van... Nee, behalve als ik erin verdwijn, snap je? Ja. Dat kan natuurlijk ook, hè? Maar als je echt verdwijnt en je vergeet... Je eigen verliest in een emotie natuurlijk. Daarom hebben wij een relatie nodig met andere mensen. Er zijn mensen die ons eruit halen. Die zeggen van... weet je wel waar je was? Of weet je wat je doet? En dan kun je heel boos op worden. Maar als wij die mensen niet hadden, dan als iemand alleen op aarde is en er is verder niemand, dan ben je eigenlijk niemand. Want er is niemand die zegt wie je bent. Nee. Je hebt maar één mind die zegt, ja, dit ben ik. En zal wel. Ja, dit is wat er is weer. Je kunt zelf niet alleen zijn. Nee. Stel voor, hè? Er is iemand op aarde, er is verder niemand. Behalve dieren of zo. Is die man dan alleen? Ja, als mens wel. Nou, als hij niet weet dat er andere mensen zijn.
Nee, dan denk ik, ja, wie ben ik nou? Maar dan denk ik dat die zal denken, ja, dit is wat er is. Ja. En die beesten om me heen zijn mijn maten. Ja, maar als je dan een mens tegenkomt die weer zou verdwijnen, dan zou die pas alleen zijn. Ja. En dat is wel mooi, want dan, daarom hebben wij die ander nodig om alleen te zijn, maar ook om geliefd te zijn. Of om erkend te zijn. Ik vind die film Avatar zo prachtig. Ja. Mooi gemaakt, maar wat ik vooral het mooiste vind, dat die stam elkaar ziet en zegt, I see you. Ja. Ken je dat? Ja, geweldig. Vind ik zo'n mooie zin. Ja, ik ook. Dat is echt van, ik zie jou. Ja. En wij kunnen soms, mensen kunnen elkaar bij elkaar zijn en elkaar niet zien. Ja. Of alles goed? En dan weglopen en dan zeggen, nee, het is eigenlijk niet. Nou, dan ben al. Het hoeft niet, je kunt ook niet andermans ellende op je schouders nemen, dat moet je ook niet doen. Nee. Maar wel bewust eventjes contact maken, als je dat wil. Ja. Want we moeten niks. Nee. Hé, Maarten, even iets anders, hè? Want dan ben je zo aan het praten allemaal. Ik hoorde dat je ook aan het schrijven bent. Ja, ik ben een toneelstuk, heb ik nou inmiddels af. Ik moet nog een klein stukje doen. Dat is eigenlijk ontstaan door, wij hebben een bloedspel gespeeld. Daar zat Wilbert Meermans in, Erik Verschaik en Kees van der Loo. Ja. We hebben ook nog in het buitenland gespeeld, zeggen we dan, in België. In Hoogstraten. Ja. En toen waren wij, hadden we daar ook gespeeld. En dat ging fantastisch, zo'n hele leuke groep. Echt heel, heel erg fijn contact gehad. En het was eigenlijk jammer dat het over was. En toen zei hij, ik geloof dat Wilbert en Kees waren, die zei van, Maarten, kom eens, gaan we zeggen. We willen door, we willen nog iets meer doen. Kunnen we niet een ander toneelstuk doen? Ik zei, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik zou het heel graag met jullie drieën, want we waren de hoofdrolspelers, willen doen. En toen zijn we gaan improviseren en vanuit improvisatie zijn wij dingen gaan verzinnen. En had ik eigenlijk nog nooit gedaan. En toen... dat liep eigenlijk niet zo lekker. Ik wist eigenlijk niet wat ik... Meestal heb ik een stuk en dan reageert erop creatief en dat lukt allemaal goed. Geëikte dingen komen voorbij als dood en liefde en vriendschap vooral. En we kunnen heel met elkaar opschieten, dus het was echt vooral gezellig. Ja. Totdat op een gegeven moment liep het niet, liep het een beetje stroef. En op een gegeven moment, toen heb ik eigenlijk... kwam ik thuis en toen ik zei, het loopt helemaal niet goed. Er wordt helemaal niks. Ik heb bijna zelf moeten schrijven. En het is als Jan, en dan doet het toch. Dus ik heb in een weekend heb ik gewoon zitten schrijven. Zo van, ik moet en ik zal. En toen had ik een stuk. En Jan die las dit en die zei, nou, dit wil ik zien. Dat lijkt me zo interessant. Ik zei, nou, dan heb ik volgens mij iets te pakken. Ja. Eigenlijk is het thema een beetje, je kijkt naar theater, maar ondertussen kijken we heel erg naar theater. Je bent soms bewust van het is toneelspel. Anders aan de andere kant denk je van, wat... Dit kan mij ook overkomen. Ja. Ja. Maar ook, dat je zegt van, het is ook raar dat je op stoelen naast elkaar zit en kijkt naar iets waar je dan in moet geloven. Ja. En dat spelen, dat is moeilijk hoor. Want, nou. En ook wel tricky, want heel veel mensen willen in het stuk blijven. Maar ik probeer je te zeggen, Josephine, het is maar film. Oh, weet je wel? Ja. Waardoor je denkt, ja, dat weet ik wel, maar dat vind ik eigenlijk maar ondertussen is het eigenlijk wel waard. Het is eigenlijk wel heel raar wat we doen. Ja. Dus wij, dat is zo leuk om te ontwikkelen. Ja. En dan wordt daar een keer ook... Ja, wij gaan in september spelen. We hebben echt geprikt. We gaan waar? Op stapelen, op de zolder hebben wij toestemming. Och. Dus daar komt ook het publiek? Ja, kleine groepjes van 60 mensen publiek willen we doen. Ja. Want het publiek is lekker dichtbij. En dat gaat eigenlijk allemaal over waar wij het over gehad hebben. Ja, mooi. Ja. Wat zijn jouw toekomstplannen nou? Het zou heel flauw zijn om te zeggen. Want dat jij hebt geen baan dat je zegt, ik begin 's morgens om 8:30 en ik stop om 5:00. Of... Nee, ik werk gewoon als er werk is. En ik heb nou best veel werk en dat is nou een beetje aan het minderen te worden. Dat vind ik ook wel fijn. In die zin, want ik wil ook met een stuk verder en ik wil ook lekker gaan wandelen. En wij doen al heel veel leuke dingen samen, maar ja, je zit er gewoon een hele dag tegen je om zijn rug aan te kijken omdat ik aan die computer het zit. Maar het is ook wel weer heel leuk. Hoe is dat voor jou? Want dan lijkt, dat is ook angst, wat ik natuurlijk nou ga zeggen. Heel veel mensen willen toch een salaris hebben of een vast inkomen. Hè? Ik bedoel, je hebt het goed voor elkaar. Maar bij jou is het altijd maar afwachten wat het in die maand op wat levert natuurlijk. Ja. Hè? Ja, dat is niet spannend voor jou? Is dat niet, ik ben al 21 jaar van mezelf bezig. Ja. Nou ja, dan weet je gewoon, ik weet nog wat, toen ik begon, toen had ik een paar offertes uitstaan bij mensen die vroegen, wat kost jij dan? En ik denk, nou, het loopt dus een dolle. Ik heb het helemaal niet in de gaten. Dat een offerte nog helemaal geen opdracht is. Ze komen alleen maar kijken wat je kost, hè. Ik snapte er helemaal niks van. Oh, geld. Heerlijk, en,
Maar als ik maar iets kon tekenen, weet je wel. En nou weet ik gewoon dat soms is het minder. En als we het meer hebben, dan gaan we niet zeggen, we leveren nee, echt. Nee. We weten wel dat je een beetje achter de hand moet hebben. Ja. Voor als het wel minder is. Ja. De ervaring leert dat je niet in angst moet gaan zitten, maar eigenlijk betaald vakantie hebt. Ja. Zeg ja. maar, je bent eigenlijk altijd toch lekker ja. Ja, het is goed gegaan, je hebt alles kunnen, je hebt geld binnen wat je nodig hebt voor je huur en voor je eten en drinken en een beetje veiligheid voor zover dat kan. Ja. Maar verder komt het altijd goed. Ja. En als het niet komt, dan ga ik iets anders, dan moet ik iets gaan doen waardoor het weer goed komt. Ja, ik heb wel zoiets bij ergens, dat ging het heel slecht, jaren geleden, heb ik gewoon containers leeg aan het ruimen ergens. Vond ik kei leuk, ook in die zin, maar gewoon van, nou, ik moet nou iets even, doen. Ja. Ja. Het is eigenlijk altijd goed en soms wordt er iets verstoord. Ja, waardoor je even weer... Ja. Hetzelfde dat je vrij bent ja. en soms je vrije tijd invult met iets. Het is niet zo dat ik af en toe vrij heb. Er zijn mensen die zeggen, bijna weekend heb ik weer vrij. Je bent altijd vrij, maar je werkt in vrije tijd. Ja. En de keuzes die je maakt, hebben daarmee te maken. Dus als je naar een baan gaat 20 jaar lang waar je niks aan vindt, nou, dat vind ik knap. Maar goed, als het niet anders kan, omdat je een huis hebt, kinderen moeten naar school, noem maar op, dan kun je beter proberen om op dat werk iets te zoeken wat jou betekenis geeft, ja. omdat het toch niet anders kan. Ja. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen bril waar hij naar de wereld kijkt. En zijn eigen kunnen, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, sommige mensen kunnen ook niet anders, hè? Ja. Maar we leven ook wel in een wereld waar je iets moet kunnen, hè? Ja. Hè? Nou, als je kijkt naar, weet ik veel, The Voice of Holland Bakt, en het is allemaal wedstrijd. Ja. Het is allemaal, je bent iemand, want ik vind De Wereld Draait Door bijvoorbeeld een mooi programma. Maar soms dan voel ik ook wel eens van, je zit daar omdat je iets bent. Je hebt boeken verkocht of je hebt iets. Je wordt iets bijna niemand melden, gevraagd die gewoon zegt, ja, ik doe eigenlijk niet zoveel, ik werk gewoon. Dus ja, het is niet interessant. Nee. We leven in een wereld waar het interessant is als je extreem anders bent. Ja. Maar je kunt niet allemaal een superster zijn. Nee, hoeft ook niet, hè? Nee. Maarten, ik begreep ook dat je in het najaar weer wilt gaan studeren. Ja, ik lees heel veel boeken over filosofie, over levensvragen. Dat soms dat een beetje religieus is, soms dat meer filosofisch. Dat verschil is eigenlijk, vind ik, dat religie eigenlijk een keuze is. En filosofie is onderzoeken waarom je kiest. Dat is echt een ongelooflijke vrije wereld van dat is onontgonnen bijna. En er zijn heel veel denkers vroeger geweest, van Plato tot Nietzsche, dat er heel veel mensen, ook eigen tijdse denkers. En die hebben ons gevormd, onze manier van denken. Dat vind ik zo grappig, wij praten op een bepaalde manier met elkaar. Maar dat is ontstaan doordat vroeger iemand dacht van, je kunt best zo praten. Misschien hebben wij daar nog wel iets van in onze cultuur zitten. Hè? En redenaar zijn of met heel weinig woorden iets zeggen of juist niks zeggen. En dat vind ik zo interessant. En vooral mijn gevoel naar hoe je communiceert met mensen, zowel in mijn werk als in theater of gewoon met vrienden en in het dagelijks leven. Ik denk dat ik misschien ineens bedacht van, als ik daar nou in studeer, dan weet ik misschien iets meer en kan het meer een stuk gereedschap worden. Het komt ook eigenlijk een beetje, omdat ik heb een tijdje op school gewerkt, Koning Willem I. Zo ontzettend leuk met jonge mensen. En ze hebben mij gevraagd of ik management wilde geven. Ik zei, nou, dat hoefde mij niet te vragen, want ik weet nog maar net wat de factuur is en noem maar op. Ik weet het allemaal wel. Ja. Maar ze zei, ja, zou je dat willen doen? Ik denk, nou, ik zou eigenlijk wel tekenen willen geven. En ze zei, nou, daar heb ik geen werk voor. En misschien animatie, tekenfilms? Nee, daar heb ik geen werk voor. Oh, we hebben wel, management. Denk maar, die zei die directrice, nou, als je hier op school bent en dan komt de plek vrij, ben jij de volgende. Dus ik denk, weet je wat, ik doe het. Nou, dat was zo ontzettend leuk om met jonge mensen management te geven. In eerste instantie begon ik inderdaad te vertellen over, we moeten geld verdienen. We hebben een uurprijs. Hoe komen wij aan een uurprijs? We moeten facturen maken, offertes eerst. Je moet eerst zeggen, hoeveel kost het? Dus je moet inschatten, hoeveel werk heb je? Tot ik op een gegeven moment zei, ja, maar ik heb helemaal geen zin om te werken. En toen hoorde ik eigenlijk mezelf zeggen, maar waarom heb je geen zin om te werken? Ja, we zijn toch niet op aarde om te werken? Zei een jongen. Ik zei, nou, daar ben ik het eigenlijk met jou eens. Maar het ligt eraan waar jij werk vindt. Als werk iets leuks is, dan is het misschien geen werken, weet je wat? Ja. En dat ging ik steeds meer doen, tot ik tegen de directie zei van, ik ben volgens mij gewoon meer filosofie aan het geven als
als management. Management. Ja. En toen zei, ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nou, maar ik denk dat het enorm belangrijk is. Ik kan wel zeggen, nou, dat jij niet wil werken, kan me niet schelen. Jij moet weten wat een factuur is. Dat vind ik eigenlijk niet zo sterk. Nee. Ik denk, zeg het maar. Dan zei ze, nou, ontwikkelen ze iets, een les of zo. En ja, probeer daar maar eens iets concreets van te maken. Nou, dat is eigenlijk een beetje uitgeroeid tot wie ben ik? Wat is stilte? Wat is stress? Waarom zijn jullie zo moe? Ja, waarom willen jullie allemaal gamen? Hè? Waarom wil je in die virtuele wereld verdwijnen? Ja, dat is zo interessant. En stonden ze daar open voor, die leerlingen? Ja, want die directrice zei, nou, dat krijg je nooit verkocht. Daar hebben ze toch helemaal geen behoefte aan? Ik zei, absoluut. Ik heb eens een keer een stilte les gedaan, want ik had een klas van 35 mensen. Dat had ik ook gehoord, dat er was van alles samengevoegd, crisis. Weinig docenten, geen geld, weinig uren, maar wel leerlingen. Ik kreeg een klas van 35 mensen, nou, dat is onmogelijk om te doen. Waar ook nog autisme in zit en asperge en noem ze allemaal alles, op. Hè? Ja. Dus ik denk, nou ja, als het moet, dan moet het. Dus ik kom die klas binnen, ik zeg, zijn jullie allemaal gestoord geworden? Hoe zit dat? Zo druk, hè? Tegen die, ze waren niet druk. Ik zeg, hoezo? 35 mensen, dat kan toch helemaal niet? Ik kan toch niet 35 mensen iets uitleggen? Zo, een beetje in het spel gaan zitten, hè? Zo, dat kan toch niet? Ze zeggen, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Ik zeg, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan wij nou? Ja, dat weten wij niet. Ja, maar dan moeten wij toch op zien te lossen. Want als jij een keer kucht en jij kucht ook, en er zijn 10 mensen die kuchen, dan heeft Sjaantje niks gehoord, hè? Of Pietje. En toen werden ze zich heel erg bewust van een groep. Grote groepen mensen hebben invloed op grote groepen mensen. Ja, dan heb je al een les. En zei, ja, hoe kunnen wij nou stilte krijgen? En iemand zei, nou, ik zou wel eens wat stilte willen. Ik zei, ja, dat snap ik wel. Een jongen die had dat nodig. Ze zullen ze stilte doen? Ja, oh, dat is leuk. Weet je wel? Nou, kwartier. Ik zei, nee. 10 minuten, nee, veel te lang. 3 minuten. Ah, 3 minuten, dat is veel te weinig. 3 minuten. Ik zei, nou. Dus ik heb groot op het internet zo'n klok op het scherm gezet. 3 minuten. Gingen ze dan werken of zaten ze? Nee, gewoon zitten. Ze mogen niks doen. Maar niet, geen telefoontjes, dat mag toch al niet. Nee. Niet naar elkaar. Leuk, we zijn stil. Gewoon stil zijn. Gewoon. Dus dan zei ik ook. Want dan was iemand. En dan werd gekniffeld en dat was onrustig. En nou, dat was zo moeilijk. En toen zei ik, nou, wat is hier nou gebeurd? Ik zei, ja, dit is ongelooflijk, ik word helemaal gek. Ik wil iets doen. Ik zei, wat wil je dan doen? Ja, dat maakt me niet uit als ik me iets doe. Ik zei, maar je bent toch niet gestoord? Je gaat toch niet iets doen om iets te doen? Ik zei, ik wil jou best al die stoelen van de ene kant naar de andere kant laten zetten. Maar dan heb je iets gedaan. Maar waarom kun je niet stil zijn? Niks doen. Ja, maar ik zei, wij moeten altijd iets doen. Wij staan altijd aan. Wanneer staan wij uit? Ja. Als ons lichaam zegt, nou ga ik uit. Als een motor die uitstaat. Maar wij kunnen niet zelf zeggen, even diep ademhalen, even niks. Doe het maar eens, dat is moeilijk hoor. Wat is daar de oorzaak van, denk je? Dat mensen niks meer, of zo, de jeugd niks meer kan doen? Dat ze bijna ontploffen als ze stil moeten zijn? Nou, ik denk het ook wel een conditionering is. Dat bedoel ik met dat je eigenlijk aangeleerd is om te doen. Dat was vroeger al, hè, van zie je te niksen. Wat ben je aan het doen? Of als iemand aan mij vraagt, heb je is alles goed? Dan zeg ik, ja, hartstikke goed. Heb je druk? Nee. Oh, ik dacht dat alles goed was. Zo zitten wij in elkaar. Ja, want iedereen heeft het druk. We moeten toch druk hebben? We hebben veel te veel geleerd, of dat nou de commerciële wereld is, of de bank, of de politiek, of de religie. De snelheid van het leven. Ja, je bent iemand omdat je iets doet. Je bent gewoon iemand. Je bent al iemand. Ja, ook al doe je niks. Ja. Dan ben je toch iemand? Ik heb eens ooit zo'n verhaaltje gehoord dat mensen vroegen, die gingen dan aan een goeroe, vroegen ze van, wat doet u zo heel de dag? Ja, ik eet. En ik drink. Oh ja, dat doe mij ook. En ik ga wel eens wandelen. Dat doe ik wel eens. En, ja, dat doe ik ook. Die man. Ik zei, nee, dat is niet waar. Jullie eten en dan ben je ondertussen aan het wandelen. En als je wandelt, dan ben je alweer, ik heb dadelijk een vergadering. Hè? En na de vergadering moet ik zorgen dat ik op tijd thuis ben. Jullie zijn altijd niet waar je bent. Ja. Ik ben waar ik ben. In het nu. Ja, in het nu. Dus ik verander elk moment van gedachten. Ik heb dat hier op een bord geschreven. Daar vond ik zo'n geweldige zin. Ik kan elk moment van gedachten veranderen. Dat is de grootste power die er is. Want ik kan namelijk zeggen van,
ik stem voor de Partij van de Dieren, weet ik veel. En dan zeg jij het jaar erop, heb je weer gestemd voor de Partij van de Dieren? En dan zeg ik, nee, ik heb VVD gestemd. Hè? Ik dacht dat ik jou kende. Ik dacht dat jij die persoon was die voor de Partij van de Dieren stemde. Dus nee, ik heb mij veranderd, van mening veranderd, ik doe het anders. En dat vinden wij niet fijn, want jij wil weten wie ik ben. Ja. Zodat je zegt, nee, hij is van de Partij van de Dieren. Controle willen we in hem vasthouden. Ja, wij willen horen bij een club die gelijk gestemd is. En we willen weten wie er anders denkt, waardoor we... En dat moet een kleur hebben, een logo. En, ja. Ja, daar word je helemaal gek van. Ja. Als iemand anders bij een andere club is... dat doet filosofie. Filosofie zegt, er is iets niet goed. We zijn allemaal clubs. We zijn allemaal partijen. We zijn allemaal gefragmenteerd... In landen opgedeeld, in kleuren, in huidskleuren, in talen. En dat is helemaal niet erg, als we maar niet denken dat er een verschil is. Als iemand anders praat, wil niet zeggen dat hij niet hetzelfde kan denken als ik. Hm. Maar ja, ik kan hem niet verstaan. Dus het is onduidelijk. Ja. Maar er zijn kinderen die mekaars taal niet spreken, die lopen op elkaar af en die spelen met elkaar. Ja. Want die hebben nog niet aangeleerd van, ja, je kunt ze niet verstaan, daar kun je niet vertrouwen. Ja. Die lopen op elkaar af en die zijn gewoon kind. Ja. Nou, dat lijkt me geweldig. Ja. Ik zit net te denken, Maarten, met al het onderzoek naar het geloof is... Ja, er zit natuurlijk veel angst bij, hè, wat bij mensen is ingebracht. Maar veel troost ook, hè? Ja, daarom ook, hè. Dus het is ook goed. Waar mensen weer kracht uithalen natuurlijk, hè. Ja. Maar wat ik ken nog goed als meisje... Ja, als je niet je best doet of je bent een fout mens, dan komt het in de hel. Ja. Ja. En de hel was vuur en de duivel. En... Ja, en een heel goed concept, want je kunt het niet controleren. Dus het is zo vol dreiging en angst, dat je ook mensen met zachte hand misschien, en soms is dat maar harde hand gebeurd, kunt dwingen om goed te zijn. Soms heb je dat gewoon nodig. Je hebt gewoon soms een weg nodig die wordt geplaveid. Dus als je daar naartoe gaat, dan loop je echt tegen een blinde muur aan. En dan heb je het nodig. Dat is goed. Je hebt leiders en volgers. Dat is allemaal prima. Maar ik heb eens een heel mooi verhaal gelezen over de hel. Ja. In een boek van Jozef van den Berg. Mensen moeten maar eens nakijken. Dat is een poppenspeler die 25 jaar geleden in één keer stopte met theater maken. En die maakte heel mooi... kindertheater, maar ook voor volwassenen. Filosofisch, een beetje religieus getint ook. Waar je heel veel mooie dingen uit kon halen. Prachtig. Die is in één keer gestopt. Omdat hij zei na een voorstelling... Ik heb een realiteit bereikt die ik niet meer kan spelen. Ik kan niks meer... Ik ben ergens op een plek terechtgekomen en ik zeg, ik stop ermee. Ja. En mensen zeggen, stop, je bent geweldig, je moet doordoen. Hij was wereldberoemd het worden, hij was echt in het buitenland bezig. En die is in een of andere fietsenstalling gaan zitten... Zijn baard laten groeien met zijn toog aan. En ja, hij is een soort acteur voor Christus geworden, zegt hij, van zichzelf. Maar wat doet hij dan? Toneelspelen voor Christus? Nee, hij doet niks. Je kunt naar hem toe en dan kun je vragen stellen. Maar dat heeft hij zelf niet verzonnen. Maar mensen denken, hij weet iets. Hij was een mooie filosofische man. Of tenminste, hij was zachtaardig en lief en mooi. En zijn theater was fantastisch. En zelfs volwassen mensen waren ontroerd. En hij is gewoon gestopt. En mensen denken, ja, maar dat klopt niet. En nou heeft iemand een boek geschreven over hem. En dat in een poppenspel zei een meesterpop, geloof ik, tegen een kleiner poppetje. Hadden ze een gesprek samen. En die kleine pop vroeg aan die meester, weet u wat de hemel en hel is? En zei, ja, dat weet ik wel. We kunnen er wel naartoe. Ja, dat zou ik wel willen, maar de hel. Maar alleen maar bezoek. Ja, nee, is goed. Er kwam een engel en die nam de poppetje mee naar de hel als eerste. Die komt in de hel en daar staat een hele lange tafel met eten, drinken, lekkere nijen. Fantastisch, super. En hij denkt, nou, dat ziet er goed uit. Maar toen keek je goed naar die mensen die aan tafel zaten. En die hadden allemaal hele korte armpjes. En die zaten vast in die stoel en die konden net bij het eten... Maar die konden ze niet in hun mond krijgen. Oh. En hij zei, oh nee, dat is hel, dat is verschrikkelijk. Die verleiding en dat lekker en niet kunnen eten. Ze konden er nooit van proeven. En zei, nee, oh, ik snap het, ja. Dan wil ik wel naar de hemel. Zei, nou, zei die engel, dat doen we, gaan we daar naartoe. En die komt in hemel, staat dezelfde tafel, lekker eten, alles erop en eraan.
En hij kijkt en hij ziet allemaal dezelfde mensen daar zitten met hele korte armen. En hij zegt, nee, het is hetzelfde als de hel. Hij zegt, nee, dan kijk je niet goed. Het is heel anders. In de hel kunnen ze niet bij het eten, maar ze willen allemaal zelf eten. En in de hemel hebben ze ook korte armpjes, maar daar voeden ze elkaar. Ja, mooi. Nou, en vond ik wel zo mooi. Dan denk ik, nou, dat is nou het verschil tussen voor jezelf bezig zijn, egoïstisch. En denk ik moet hebben. Of je denkt, als ik jou iets geef en jij mij iets geeft, dan hebben we allemaal iets. Ja. En dat vind ik nou een goede metafoor voor iets waarvan ik denk dat het niet bestaat, de hemel en hel. Omdat het, omdat het gewoon niet te bewijzen valt. Maar dat is voor mij een prachtig beeld van zoals je hier op aarde elkaar een hel kunt geven. Of een hemel. Ja. Ja, en mooi. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, mooi. Dat we dat kunnen. En daar komt zo'n man op die daar dan in zo'n fietsenstalling zit. En denk, ja, hè, dat is toch geweldig? Goh, ja. Ja. Maar cadeautjes, hè, als je dan zo iemand tegenkomt. Ja. Maar dan word jij wel door geraakt door zo'n mensen, hè? Ja, absoluut. En wat is dat dan? Waarom ben jij zo geraakt wordt? Wat is dat? Welk stukje Maarten is dan daar zo gevoelig voor? Ja. Ik denk dat ik voel me niet verantwoordelijk voor een ander, maar ik voel me wel verantwoordelijk voor mezelf. En sinds ik heb ontdekt dat wij hetzelfde zijn, ben ik ook verantwoordelijk voor jou. Zonder dat ik dat eigenlijk in de gaten had. Ik bedoel, als ik net zoveel van mezelf hou als dat ik van de ander hou, dan kan het niet kapot. Alleen, ik heb ook die ander nodig die zegt, ja, wat een onzin. Je moet voor jezelf opkomen, want dan stelen ze jouw brood weg. Ja. En door dat te snappen, ben ik pas echt liefdevol. Ja. Kijk, als ik alleen een liefde geef aan mensen die zeggen, ah, jij bent zo leuk. Ja, en je bent constant in dienst voor. En, super. Ja, daar kan ik ook. Maar ja, Christus zei al, en daar, ik heb heel veel met Jezus, omdat ik daar ook een weg in heb gemaakt. Die zei, heb je vijanden lief? Hij zei, als je vijanden lief hebt, is er geen vijand. Dan kijk je eigenlijk naar iemand en je ziet eigenlijk zijn dat hij verloren is. En zijn gevechten. En zijn gevecht om er iets van te maken ook. Ja. Ik ben me heel erg bewust van dat taal alles is. Als ik iets, dat is zo mooi in mijn werk. Ik kan soms ergens over praten en dan zegt een klant, ja, dat is een goed idee, dat moet je doen. Ik teken het. En dan stuur ik het naar hem op en zegt hij, nee, dat bedoel ik niet. Ik zeg, maar dat heb ik verteld. Zeg, oh, ik dacht dat je dit zei. Ja. Het is zo moeilijk communiceren. Dus daarom moeten wij, in mijn werk, moet ik iets verzinnen waardoor zoveel mogelijk mensen het snappen. Ja, want het is natuurlijk ook als je iets zegt, een zinnetje. Ja. Iedereen maakt er bij dat zinnetje zijn eigen verhaal bij. Ja, en je hebt ook je eigen beeld. Ja. Ja. Allebei tegelijk, En het is zelfs zo, als ik tegen jou zeg, Josephine, ik lieg nooit. Ik lieg nooit. Nooit, echt niet. Dat kan gewoon gelogen zijn. Ja. Je weet niks van mij. Ik bedoel, en zo weten we niks van elkaar. Ja. Het enige. En ik hoef het ook niet te weten, hè? Want ik kan er niks mee. Hè? Nee. Want als jij het gelooft dat je het wel of niet doet, dan kan mijn schelen. Ja. Ja. Dus het is, alles is speculatie. En het zit er meer in wat je ermee doet en of je snel te beïnvloeden bent. Als ik kijk naar die jonge mensen in klasse. Het is wel heftig. Het is wel, ik vind niet dat de jeugd verloren is. Nee. Want het is ongelooflijk dat ik heb momenten gehad waarin ik bijvoorbeeld een stilte les deed. Ja. Waarin ik zei, dat is ontstaan. Ik zeg, we gaan 3 minuten stilte doen. Ze zijn helemaal, ze hebben het er moeilijk mee, maar ze zijn bewust van, god, waar heb ik daar te moeilijk mee? De week erop zegt een jongen, zullen we weer stilte doen? Ik zeg, zullen we dat doen? Is goed. Elke les deden we eerst 3 minuten stilte. Ja, nou, dat zegt iets, hè. Ja. Zeg, je willen jullie aan de gang? Nee, we willen eerst even stilte. Eerst even niks. Ja. Wat is jouw boodschap? Dat is dat je elkaar nodig hebt en dat we eigenlijk allemaal één zijn. Mooi. Ja. Ik ga dit gesprek afsluiten. Ja. We hebben zo gekwebbeld samen. Ik heb echt heel veel mooie verhalen gehoord. Mooi om te horen dat iemand op een andere manier in het leven staat. Ja. Andere wijsheid. Veel wijsheid. Ik wil jou bedanken. Nou, heel graag. Een heel leuk gesprek.
En ik wens jou alle moois en liefde die er is. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, mooi.